Dit jaar is het 25-jarige bestaan van Blizzard. En daarom hebben ze extra uitgepakt om het de Hordes Game Fans hier naar hun zin te maken. Met CE merchandise, Q&A's, panels, interviews en nog van alles. En we gaan een kijkje nemen ook naar de prachtige verklede zogeheten cosplayers. Nu vraag je misschien af wat cosplay precies inhoudt. Het is een samentrekking van kostuum en play. En het houdt in dat je verkleedt als een personage uit een film, een boek, een serie, een game. En bijvoorbeeld dus de game Overwatch, daar speel ik nu D.Va uit. En die heb ik geleend van... Sakura Floor. Hi! Die is als Anna verkleed van dezelfde game. En hier hebben we de Soldier en Genji. Het is echt een hele unieke ervaring om naar zo'n conventie te gaan, want je komt er ook honderden andere fans tegen. En ik heb er al ontzettend veel vrienden gemaakt die me ook weer de motivatie en de inspiratie geven op hun beurt om weer hele toffe nieuwe kostuums te creëren. En het hele leuke is ook dat mensen je dan herkennen, je personage, naar je toe komen voor dus foto's. En hier op Blizzard is dat echt, of hier op BlizzCon, is dat echt gekte. We lopen misschien 2 meter en dan staat er ook een horde met fotografen voor ons foto's te maken. En dat is echt, echt heel vet. BlizzCon hier in het zonnige LA. Het was echt een geweldige ervaring. Morgen ben ik er weer, maar dan niet in cosplay, want dan ga ik interviews afleggen met onder andere makers van Heroes of the Storm en van StarCraft.